Sinusbeheer op de Kemmelberg. Er is een perceeltje ingezaaid met bloemrijk mengsel, inheemse soorten. En er wordt een pad gemaaid op het moment dat de vegetatie hoog wordt. Zo krijg je een warm microklimaat voor allerhande kleine insecten. Het pad wordt in kronkels gemaaid, zodanig dat er altijd lichtrijke en schaduwrijke plekjes zijn. Warme, koude, droge en vochtiger. Je ziet dat in het nog niet gemaaide stuk, de margerieten zijn super talrijk dit jaar. In het wel gemaaide stuk groeien nu bijvoorbeeld, of bloeien nu bijvoorbeeld de klavers, witte klaver, rode klaver. Het zit er vol hommels. Het is nog een beetje te vroeg voor de vlinders vandaag. Een beetje te fris. En je kunt door je perceel wandelen. Volgende keer wordt er een ander pad gemaaid. Maar daarvoor wordt eerst het gedeelte aan de binnenkant van het pad helemaal gemaaid, zoals in de klassiek maaibeheer. Je hoeft daarvoor helemaal geen paaltjes uit te zetten. Het is klaar als een klontje waar er moet gemaaid worden. De buitenkanten blijven zo tot wanneer er een ander pad door of langs gemaaid is. En zo blijft het de hele zomer bloemrijk met hoge en lage vegetatie.